In dit deel komen psychose en schizofrenie aan de orde. Allereerst zullen we iets doen over psychose in het algemeen, dan de verschillende typen of vormen van psychose doornemen, in ieder geval de belangrijkste daarvan, en als laatste het hoofdonderwerp schizofrenie. Allereerst psychose in het algemeen. De verschijnselen van een psychose. Het leidt tot stoornissen in de waarneming en daarnaast stoornissen in het gedrag, denken, voelen en het algemeen functioneren. Laten we daar eens wat nader naar gaan kijken. De stoornissen in de waarneming noem je ook wel hallucinaties. Het zijn altijd fouten in zintuigen. Over het algemeen kun je zeggen, nou, het meest voorkomend is visueel, dingen zien of auditief. Horen. En dan moet je denken aan stemmen horen die je niet van jezelf ervaart en vaak ook een opdracht aan je geven, bedreigend. Dingen zien, visioenen die er normaal niet zijn, maar ook tactiel kunnen er bijvoorbeeld hallucinaties zijn. Zo kennen we bijvoorbeeld ook het gevoel dat er beestjes op en door je lichaam heen kruipen of dingen ruiken of proeven die er niet zijn. In ieder geval wordt het altijd als angstig ervaren. Naast stoornissen in het waarnemen zijn ook stoornissen in het denken. En dat houdt in dat iemand niet helder kan denken, nog eens verward is. Soms is het ook achterdochtig, paranoïde. En een fout in het denken noemen we ook wel een waan. En het kan bijvoorbeeld zijn dat je het idee hebt dat je achtervolgd wordt door de geheime dienst op deze wereld, of dat je denkt dat je de allergrootste persoon van de hele wereld bent. En nog eens zien we ook dat waandenkbeelden religieus geladen zijn. Het heeft ook zijn gevolgen voor het handelen en het gedrag. En je kan zeggen, nou, het wordt of minder of juist meer. En zo kan iemand dus overactief worden, snel en veel spreken en bizarre gedragingen vertonen. Nou, dan zit je dus naar de meerkant, maar kan ook naar de minderkant zijn. En dan leidt iemand, komt niet meer tot dingen, is apathisch, sociaal teruggetrokken, heeft nergens meer behoefte toe. En de stoornissen in het gevoel. Het gevoel is in ieder geval minder. Minder naar anderen toe en dat wordt ook zo geuit. En daardoor kun je dus ook minder genieten van dingen. En depressie en angsten zijn nogal eens samengaand ook met psychose. We hadden het al benoemd dat het kan zijn of meer of minder in symptomen. Als het is meer, dan spreken we van een positief symptoom. Dan is er dus een toename en verstoring van de normale functie. En de negatieve symptomen, dan is het minder of het verdwijnen van een normale functie. Over de oorzaken weten we weinig. We weten wel dat er een stoornis in de dopaminehuishouding is. En dat zou zowel ook richting die negatieve als naar de positieve symptomen zijn verklaring kunnen hebben. En wellicht dat we daar ook een aangrijpingspunt voor hebben. Behandelmethoden zijn in ieder geval medicatie. We spreken over antipsychotica. Die kunnen ook in een gespoten depot worden gegeven, zodat je het niet elke dag hoeft te nemen. Er moet sprake zijn van goede structurele opvang, waarbij dan ook psychologisch en sociaal-maatschappelijk begeleid dient te worden. Antipsychotica die bestaan sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. En ze hebben een enorme verbetering gebracht binnen dit ziektebeeld. Want voor die tijd zagen we dat mensen er eigenlijk gewoon niet uitkwamen en ook ernstig katatoon werden. Zie je ook de uitspraak die we hier in beeld hebben staan. Toch zijn antipsychotica niet de meest vriendelijke medicijnen. Er zijn nog wat bijwerkingen, met name als je het wat langer gebruikt. En nou, laten we eerlijk zijn, dat je zit er toch al een aantal maanden aan vast. Komt het bij herhaling terug, dan zit je er vaak toch al een jaar of twee aan vast. En heb je het chronisch, dan moet je misschien wel levenslang behandeld worden met antipsychotica. Een van de bijwerkingen die gevreesd is, is het parkinsonisme. Dit is wel iets wat een vroeg bijwerking is en berust meestal op een
te hoge dosis. En de patiënt in kwestie krijgt dan naast al zijn angsten die hij heeft door een psychose ook nog eens een keer dan tremoren en stijfheid. En eigenlijk is het relatief simpel op te lossen door de dosis te verminderen en eventueel wat anticholinergica bij te geven. Langere termijn kennen we de ACTC en dat is de motorische onrust. Restless legs wordt het ook wel genoemd. Dat zien we ook dat na het starten van de behandeling mensen motorisch onrustig worden en maar blijven lopen. Het komt niet bij iedereen voor trouwens. Zeg zo'n 20 tot 25% van de mensen heeft het. En ook hiervoor geldt aanpassen van de dosis en misschien een ander antipsychoticum. Tardieve dyskinesie, dat is iets wat echt een langdurig gebruik kan optreden en betekent dat je dan onwillekeurige bewegingen maakt, met name in het mondgebied en de ledematen. Je kan het bijvoorbeeld dus met je hoofd draaien, smakken, geluiden maken en het is niet te stoppen. Gek genoeg zien we dat het bij vrouwen meer voorkomt dan bij andere mensen. Een van de meest gevreesde bijwerkingen is het zogenaamde Neuroleptic Induced Deficit Syndrome. En dat betekent een totale uitval van al het gevoel voor jezelf, maar ook voor alle andere mensen. Zie ook de anekdotische uitspraak hieronder. Ja, we weten eigenlijk niet precies waarom het ontstaat, maar bij de mensen waarbij het ontstaat, heeft het een enorm effect op natuurlijk het gevoel wat dan totaal ontbreekt. We maken binnen de antipsychotica een tweedeling tussen de wat oudere klassieke middelen en de nieuwe groep. En die hebben wel wat minder bijwerkingen, maar ja, hebben ook een bijwerking op dat het wat verhogend werkt op het cholesterolgehalte van het bloed. En daar schuilen natuurlijk weer andere gevaren in. We weten in ieder geval dat die medicatie zeer werkzaam is, want zonder medicatie zien we dat er een herhaling optreedt van of herhalingsrisico is van 94% binnen de 2 jaar. Met medicatie zien we dat het enorm daalt. En als er dan ook nog een keer een optimale begeleiding is, dan zien we dat het herhalingsrisico nog veel kleiner wordt. Kortom, zaak dus om goed en adequaat te begeleiden en te behandelen. Dan over naar de verschillende typen of vormen van psychose. Hier een oude tabel waarin meerdere vormen van psychose staan weergegeven. De zogenaamde folie à deux, die bestaat niet meer binnen de DSM-5. Maar goed, we gaan eens verder kijken naar wat vormen die nog eens voorkomen. En niet alle vormen die in deze tabel staan, die komen aan de orde in de komende dia's. Een waanstoornis. Wanneer spreek je daarvan? Als je één of meer wanen hebt die langer dan een maand aanwezig blijven. Moet geen ernstig dysfunctioneren of bizar gedrag zijn en moet niet anderszins te verklaren zijn. Zoals al gezegd, de folie à deux, dus de gedeelde waanstoornis, die is uit de DSM-5 geschrapt. Ik kan nog wel kort vertellen wat het inhield. Dat waren dan twee mensen, meestal een wat ouder echtpaar, die dezelfde opvallende denkbeelden hadden en daardoor ook een excentriek en geïsoleerd bestaan in de wijk hadden. Wanneer spreken we van een kortdurende psychotische stoornis? Dan moet er in ieder geval één of meer van de volgende symptomen zijn, waarbij die minstens 1, 2 of 3 aanwezig moet zijn. Dus wanen, hallucineren, onsamenhangende spraak en gedesorganiseerd of katatoon. Katatoon betekent trouwens dat je verstijfd bent, gedrag aanwezig is. En het duur moet ergens liggen, denk aan het kortdurende, tussen een dag en een maand. We spreken van een schizofreniforme stoornis. Het zit er eigenlijk een beetje tussenin, maar het is geen schizofrenie. Twee of meer symptomen die in ieder geval meer dan een maand aanwezig zijn. Waarbij één symptoom, 1, 2 en of 3 moet zijn. Zwanen, hallucineren, onsamenhangende spraak, grotendeels
desorganiseerd of katatonisch gedrag en negatief symptomen. De duur van dit geheel is ergens tussen de 1 en 6 maanden. Wanneer spreken we dan van schizofrenie? Iets dergelijks, alleen dan is de stoornis op meerdere niveaus en langduriger dan een half jaar. We kennen ook de schizoaffectieve stoornis. En daarbij zien we dus ook dat er belangrijke symptomen van de DSM-5, A-symptomen, dus hier verder, aanwezig zijn samen met ernstige stemmingsproblematiek. En de wanen en hallucinaties moeten dan langer dan 2 weken aanwezig zijn. Ook door een somatische aandoening kun je psychotisch worden. Wanen en hallucinaties moeten dan zijn ten gevolge van een somatische aandoening. En een van de somatische aandoeningen waarbij dit voor kan komen is onder andere bij de te snel werkende schildklier. Je moet dit niet zien als een delier, dat is weer een apart ziektebeeld. We gaan naar het laatste onderdeel van deze presentatie en dat gaat over schizofrenie. We hadden inmiddels al gezien dat bij schizofrenie de duur van de psychose meer dan een half jaar moet zijn. Volgens de DSM heeft een patiënt gedurende een maand lang een groot gedeelte van de dag, tenminste van de twee van de volgende: wanen, hallucineren, verward, katatoongedrag en negatieve symptomen. Categorie B, problemen met het sociaal functioneren. En C, daar komt het terecht ook weer, alle verschijnselen moeten minstens 6 maanden achter elkaar zijn. En in die tijd moeten de symptomen tenminste 1 maand die van categorie A zijn. Hier een dia waarin het verschil tussen de DSM 4 en 5 wordt aangeduid. Die kun je op je gemak even bekijken als je deze presentatie stilzet. Dan de D-categorie of criteria. Geen of slechts kortdurend depressief of manische episode en niet het gevolg van een andere aandoening of middelengebruik. E. Hier een stukje wat ik uit het site van het Trimbos heb gevonden. Het aantal nieuwe gevallen per jaar is ergens tussen de 10 en 20 per 100.000 mensen. Iets meer bij mannen dan bij vrouwen. Dat betekent dat er in Nederland ongeveer zo'n 60.000 tot 80.000 mensen zijn met schizofrenie die behandeld zijn of onbehandeld worden. Dat gaat dus om een middelgrote gemeente. In totaal, als je dat wil vergelijken met hoeveel mensen dat betreft. Risicofactoren, meestal start het ergens tussen de 20 en 30. Mannen vaak wat jonger dan vrouwen, maar even zo vaak. Het is iets wat niet cultureel bepaald is. In alle culturen komt het voor. Ja, en we zien dan ook dat de verschillen hoofdzakelijk zijn door de manier waarop er naar gekeken wordt binnen de diagnostiek. Het wordt wel vermeld dat het de lagere sociaal-economische klassen meer kans hebben. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen van als er sprake is van een zekere mate van erfelijkheid. Iemand met schizofrenie zal niet in een hogere sociale klasse kunnen functioneren, normaal gesproken. De risico-individuen, dus inderdaad mensen met in de familie zit, de kwetsbare persoonlijkheid. We zien ook dat er een redelijke overhang is met de schizoïde en schizotypische persoonlijkheidsstoornis en beperkte aanpassingsmogelijkheden. In de voorziening is hersenletsel gehad en mogelijk een andere vorm van hersenletsel is natuurlijk rondom de geboorte. Vaak beschreven is ook de mensen die psychoactieve middelen gebruiken, dat die ook meer kans hebben op het krijgen van een psychotische en schizofrene stoornis. Er zijn inderdaad wel onderzoeken geweest ook naar de erfelijkheid en schizofrenie. En hier zien we wat getallen uit een van die oorspronkelijke onderzoeken. En ja, er blijkt dus wel een positieve correlatie te zijn. Andere stoornissen die samen voorkomen bij schizofrenie is in ieder geval
depressiviteit. Het is waarschijnlijk ook doordat je voelt dat je anders bent dan de rest van de mensen. En depressiviteit geeft hierbij ook een verhoogde kans op suïcide. Wat ook vaak gebeurt is dat middelenmisbruik ook meer voorkomt in deze groep van mensen. En we zien hier dan de middelen die gebruikt kunnen worden en dan de percentages erachter. Aan de andere kant denk ik, ja, qua gebruik zal het niet veel verschillen met de algemene bevolking. Cannabis en hallucinogenen staan er wel boven. Er is dus een verhoogde vatbaarheid. Wanneer moet je verdacht zijn op het ontwikkelen van een psychotische CQ-schizofrene stoornis? Het is oppassen geblazen als iemand slechter begint te functioneren, maar zich ook sociaal isoleert, vreemde gedraging heeft, bizarre kleding misschien gaat dragen, interesses, die opvattingen die zijn dan, ja, wel eigen ervaart. En het gevoel hebben dat er bijzondere krachten zijn, of dat er opdrachten worden gegeven, of de zelfverwaarlozing met eten en kleding. Soms dus al het vermelde drugsgebruik en dan de psychotische episode. We zien hier een verloop in de tijd en we zien dan dat er in de adolescentie nog wel eens de eerste verschijnselen komen en dat de psychose dan op jongvolwassen leeftijd tot uiting komt.